Taco van der Hoorn, het was weer een lekker ouderwets Taco van der Hoorn dagje, vond ik. Hoe vond je dat zelf? Ja, dat was het wel, ja. Dus een beetje in de vlucht zitten, een beetje brommeren. En zo lang mogelijk volhouden. En ja, net 50 meter. Dan zat een mooi podium in gezeten. Dat was echt wel, ja, daar baal ik toch wel van. Ja, ja, want vertel eens, je zit al direct mee in die vroege vlucht. Heb je op dat moment het idee van, nou, dit kan wel eens mijn dag zijn? Nou, dat had ik eigenlijk al in december of november had ik eigenlijk al het plan gemaakt voor vandaag. Dus het was al lang vast. Daar was ook de reden dat ik gisteren niet reed. Dus ik wou meezitten en dan Heuvelzon zo overleven. En dan hopen dat er een groep aan kan sluiten en dan finale rijden. Dat was het plan. En ja, dat pakte wel zo uit. En, maar ik was eigenlijk wel beter dan verwacht. Want ik was nog wel een van de sterkste eigenlijk in die groep. Dus dat viel me wel alles mee. En ja, dus het was al wel een lang plan, maar net niet helemaal af kunnen ronden. Is er iets in de finale of in die voorfinale waarvan je zegt, goh, dit had ik misschien anders moeten doen, dan had er misschien wel wat meer in gezeten? Ja, in die laatste kilometer had ik misschien gewoon, ik dacht dat we safe waren. Ik keek om een keer en ik kon het niet zo goed zien, dus, maar ik dacht dat we safe waren en toen ging die naar VS, ging vol aan. En ja, toen had ik misschien gewoon meteen moeten gaan en voor de tweede plek moeten gaan. Maar het is toch altijd nog wel iets in mij dat ik het altijd wel probeer voor de winst. En altijd nog wel een beetje wil gokken. Maar nu was het net iets te veel gegokt. Durfde je het wel aan tegen Laporte, als in toen jullie nog met drie waren? Nee, ik wist wel dat ik geklopt was. Dus ik wist ook wel tegen Navarez dat ik geklopt zou zijn. Alleen, ja, ik had eigenlijk het plan om in de laatste kilometer nog een keer aan te vallen. En daar alles of niks te doen. Maar ja, eigenlijk ze waren, ja, het ging te hard gewoon. We moesten het gewoon doorpakken. Dus toen werd het een sprint. En Narvaez ging vol aan eigenlijk vroeg. En ik kon Laporte zijn wiel houden, maar daar was er ook wel mee gezegd. Maar ik dacht wel van met 50 meter te gaan, oké, tweede is ook leuk. Maar dat viel toch tegen. Als er een prijs was voor man van de wedstrijd in het wielrennen, dan had jij die denk ik vandaag met recht kunnen claimen. Had je daar nog voor iets gekocht? Nee. Nee, daar heb je niks aan, toch? Nee, uiteindelijk telt de winst en misschien zo'n grote koers en zo'n mooie koers het podium. En daarachter, ja, voor de strijdlust, die fase ben ik wel een beetje voorbij. Je zei al, dit was een plan van december. Wat is het volgende plan uit dat boek? Nou, is het dinsdag, Samijn. Kijk wel naar uit. En ja... Ik heb nog wel wat koersen aangeschreven dit voorjaar waar ik goed wil zijn. En, maar ja, dit was een mooie kans. En de kans dat er nog een keer zo weer gebeurt, die kans is toch wel klein. Dus ja, ik baal wel gewoon vooral nu op dit moment dat ik het niet een dikke uitslag heb kunnen neerzetten.